Knol Power. Hallo dames en heren en super tof dat jullie kijken naar een gloednieuwe vlog. Mijn naam is Enzo Knol en ik heb knijters veel zin in vandaag. Hebben jullie er ook zin in? Ik zou zeggen knal even dat blauwe duimpje omhoog. Ook al heb ik een keiharde gele Knol Power hoodie aan. Maar vandaag gaan we echt iets sicks doen. Want ik ben samen met je boy Thijs. He's here in the building. Let's go. En weet je wat het is? Wij gaan jou vandaag iets leren. Dit is de eerste keer dat jij in dit Valhalla bent hier zo. De allereerste keer. En voor sommige mensen is dit een tweede huis. Omdat ze er zo vaak zijn, omdat ze zo vaak trainen. Mensen kunnen de gekste trucjes. Maar vandaag beginnen we bij de basis. Okay. Dus de bedoeling is dat we jou wat gaan leren. Hier staat Dante, favoriet krullenbol. Die kan echt de ziekste trucjes, maar we beginnen rustig aan. Dus wat Dante nu gaat laten zien, gaan we jou vandaag leren, ja? Okay. En je gaat niet eerder weg totdat je dat kan. Nee, is goed, is goed. Ja? Hij zit ook helemaal niet hard aan te lopen of zo, want ja, het is gewoon de basis. Dit is de basis. Ja, wat doe? Let's go! Weet je wat ik had verwacht dat hij ging doen? Zo'n schuin of zo. Zo ging ineens om de lucht in. Maar durf jij nu al meteen een backflip te proberen als Dante jou vasthoudt? Nee. Misschien wel het einde van dit vlogstukje, maar nee, nu nog niet. Oké, maar wat is jouw bedoeling? Dat je ook een backflip kan uiteindelijk? Of? Ja, dat is jouw bedoeling. Nou, dat wou ik net zeggen. Ja. Ja. Nou, dus ik film even aan. Voelt aankomen. Top. Maar Enzo, ben jij je rijfvoeten? Laat zien dan. Ik kan wel wat laten zien, natuurlijk. Okay. Check trouwens even deze vette sokken ook, die ik zelf heb gemaakt. Ja, dip die shit. Okay. Kijk hoor, ja. Doe je die altijd of doe je daar hem deken bij dan nu? Wel, ik sloop hem even uit voor jou. Yeah. Weet je wat ik ook kan? Let op deze. Deze is ook lijp hoor. Ik heb hem nog nooit gedaan, maar hij is wel lijp. Ja. Oh. Ja, is correct. Die ga ik einde van de les ook doen. Let's go, Thijs. Let's go, baby! Ja! Ja, hij heeft nog veel te leren. Heel veel te leren. Ik denk dat als je per uur betaald krijgt om Thijs les te geven, dan word je heel erg rijk. Dan gaan heel veel uurtjes in zitten. Heel veel uurtjes in. Hey, Dante, kan je trouwens iets met deze stok? Wat het enige wat ik kan, zeg maar, is dit. Ik hoop dat het nu in één keer lukt, ja. Anders sta ik weer. Precies wat je vindt. Ja. Wow! Oh, dat ken ik! Dat is sick! Ja, dat ken ik! Ja. Dat is lijf, dat is van honkbal. Dan doe je zo en dan pak je hem weer vast. Wow! Heb je ooit een bal zo geraakt? Nee. Ja, waarom zou je dat doen? Waarom zou je helemaal zo... Nee, toch geen zin. Ja, het was wel lijp geweest. Maar dat is wel een ziek trucje. Ik heb dat wel vaker bij een honkbal gezien. Oh, die kan ik denk ook wel. Wel oppas dat je voet niet meer vaak, hè? Dat is echt op je neus. Boy, yo! Dat is moeilijker dan je denkt, ouwe. Boy, yo! Oh, dit is wel iets... Dit is wel iets voor jouw tijd, want jouw is niet. Ik reek mijn scheen mee, denk ik. Ja. Oeh! Sick, en nu weer terug, hè? Die is wel enger. Die enge, terug is enger? Ja. Oeh, bijna! Bijna! Maar wel sick, hè? Ik bedoel, ik probeer het terug. Zijn ook van die mensen die zo kunnen draaien en dan zo. Dat mag, tussen, ja. Laat ze hem zo draaien, laat ze hem los en dan. Doe ze zo. Maar weet je, en dan trap ze er precies tussendoor en dan gaan ze weer verder. Weet je wat wel sick is? Als je deze in de lucht gooit, je doet een backflip, je vangt hem weer op. Uitdaging, geef hem aan. Ja, gaan. Let's go. Oké, ik hoop niet dat iemand omhoog valt, maar... Wie wint met steen, papier, schaar mag kiezen wie hem doet. Yeah. Oké. Steen, papier, schaar.
Jij begint. Ik wil even zien hoe hij dat doet. Oh! Oh, oh, oh. Bijna. Oh, stel voor mensen, stel voor dit lukt mij nu. Dan, dan heb ik voor de eerste keer van mijn leven dan te verslagen. Nee, maar ook wel vragen met de... Het is wel eng. Ja. Ja. Want soms krijg ik dit ding op mijn schedel. Ja, dus je moet je gewoon hoog gooien. Dat is wel goed, gewoon fucking hoog. Maar niet, ja. Ja, oké. Okay. Hé, Thijs man, heb wat vertrouwen in me. Krijg... Hey, you got this bro. Ja, ik ben gewoon, ja. Ja, wat je ook kan proberen, dan ben je wel sneller als je hem al in je backflip recht omhoog gooit. Oh, maar dat is wel heel moeilijk. Ja. Maar we gaan hem landen, allebei, sowieso, okay. Ik voel het. Hij raakte de grond nog. Ja, dat is half. Oh, stel voor. Stel voor. Nog. Maar dit was de derde keer. Derde keer. Ik ga nu pas voor de tweede poging. Oh, 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 oh. Oh, ja. Oh mijn god, dat scheelt niks, hè? Heb jij je RBL of? Oh mijn god, dat scheelde geen shit. Ik kan er wel bij staan dat ik hem zomaar boven je hoofd kan vangen als hij. Maar dit wordt maar schaal plekje. Oh, hij schaafde langs mijn vinger, hè? Ja, dat is echt close. Zo! Oké, dit is de derde keer, hè? Oké, stel voor het gaat echt mis. Ik ga erbij staan, dan ga ik het vangen voor je. Oh man. Jawel. Nee, zeg je nog. Nee. Nee, dit gaat me niet lukken, man. Wel, nog één keer. Die eerste poging was het beste voor mij. Ja, die eerste was het beste. Maar hoe kwam dat? Ik had zeg maar, ik gooide hem, ik deed de hoef. Te snel. Nou jongens, daarom moet je opwarmen. Zal ik hem even doen of niet? Sorry, nee, ik kan het serieus. Bro, hij kwam tegen mijn rug aan, hè? Als hij op je hoofd was gevallen. Hey, maar was wel meer in de buurt dan die van jou. Maar hij ging echt letterlijk zo. Ik wil hem. Nee, pas op. Kijk, ik heb echt het idee dat Thijs hem loslaat. Je gaat hem zo en dan moet je hem hier. Gooi hem eigenlijk met je polsen zo naar buiten. Dus eigenlijk doe je zo. En dan. Maar ik denk dat. Zie je, ik kan het wel. Let's go. Ja. Dan help jij. Jij nog ook een andere kant? Ja. Want dit gaat wel lukken. Ik gooi hem in de lucht. Sorry, ik zag hem op, man. Ik kap hem mee. Dit was eng. Kijk hoe hij staat, hè. En ik zat hier zo. Ik zat zo. Oh my god. Anders had ik hem in mijn ogen was klaar. Maar dit was echt een heel dom idee. Ja, dat was... Volgende dom idee. Leg hem zo op je voeten. En dan spring je een backflip. En dan gooi je hem via je voeten omhoog. En dan vang je hem. Tuurlijk, ga je gang. Hoe kom jij hier toch op? Dat is helemaal niks, hoor. Ik denk dat hij naar achter gaat, maar. Ik denk echt dat hij duidelijk gaat vliegen. Maar ja, daar komen we zo achter, hè? Oké. Nou, weet je. Genoeg met stokken. Ik had eigenlijk op het begin moeten zeggen: hallo mensen, leuk dat jullie kijken naar een gloednieuwe vlog van de domste ideeën van het jaar. En volgend jaar vast. Hoe leuk is het met een stok rennen? Dit is wel cool. Hahaha. 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 Hahaha.
wist dat... Ik wist dat het een goed idee was om Thijs mee te nemen. Bedankt voor het kijken, we gaan weer naar huis toe. Oh, wat ik eigenlijk wilde zeggen, en daarom had ik de camera hier neergezet. Wat ik eigenlijk wilde zeggen is dat ik heb deze serieus verkeerd om aangedaan. Oké, dames en heren. Zo, dat is beter. Ik heb nu een beetje gekeken wat Thijs allemaal aan het doen is. En het is verrassend. We hadden niet verwacht dat Thijs op deze leeftijd zoveel kan op de springplank. Dus bij deze. Ja, het komt eigenlijk op neer dat je geen shit kan. Geen shit. Ja. That's me. Dus laten we in ieder geval bij iets simpels beginnen. Laten we beginnen bij een afslag dus. Nee, een handstand. Oh, nee, een afslag. En ik dacht, Miron, die kan vast wel. Ja, ik heb hem Myron genoemd in de vorige vlogs. Maar Myron is er ook bij. Die geeft mij schaatsles. Ze is mijn schaatstrainster. En alle dingen die ik kan in het schaatsen heb ik te danken aan Myron. Dus ik dacht, ik neem haar ook een keertje mee naar waar ik vaker heen ga. En dat is hier, aangezien zij mij heel vaak meeneemt naar de schaatsbaan. Dus ik zou zeggen, Myron, als jij nou eens eventjes Thijs een handstand leert. Myron. Oké, okay, ja, maar zij weet dat veel beter. Nee, dan maak je wel van okay, jou. Oké, je moet tegen mijn handen aan een handstand doen. Gewoon net zo ver dat je tegen mijn handen aan kan. Jij bent professioneel schaatsster, dus jij kan dit wel. Ja, waar moeten die handen komen te staan? Op de vloer. Kijk, als ik je hier doe, dan sla ik jou in het zicht. Oké, hou mij tegen, ja. Ik doe het bij jou. Jij houdt mijn benen tegen, ja? Yay! Nou, dat moet je dus bij Myron doen. Gelijk, je handen. Ja! Don't test me right now! Nooit iemand zo blij gezien voor de handstand. Hey Thijs, je kan er helemaal geen shit van. Thijs is de underdog, maar hij doet het wel even. Maar nu langer dan 2 seconden. Hij zonder hulp. En nu zonder hulp. Oh, zonder hulp. Kijk al die druk van jullie. Ja, wij zitten met 8 ogen in totaal naar jou te kijken. Warming up. Warming up. Oh, oh, dat was al beter. Die was al beter. Oh, dit is gevaarlijk. Oké, okay, hoe lang kan je een handstand? 2 seconden. Nee, wel langer. Sowieso wel langer. Denk ik niet, oké. Want ik wil even een... Ja, Dante die kan heel erg lang, maar daarom mag Dante even filmen. Laten wij een wedstrijdje handstand doen. Want ik kan het... Wel redelijk wat langer dan eerst, heb ik van Dante geleerd. En ik denk dat jij ook wel goed genoeg bent. Het scheelt sowieso dat je topsport doet. Dus dan ben je in alle sporten wel thuis. En pak je dat snel op. Dus ik denk dat een handstand wel ook goed gaat lukken bij jou. Nou, comment wie je denkt te winnen. Enzo of Myron? Laten we. Oké, 3, 2, 1, go! Ja, die was beter. Viel nu mij nog niet? Huh? Nee, want zij stond goed nu. Ja, maar ik had hem. Kijk, ik zie mijn rode gezicht niet. Ik had ook nu een goede. Nog een keer. Okay. Oh. Ik geef er een kans. We doen het nog een keer. Ja? Nee. Ja, toch! Dat was tegelijk. Oké, nu voor de laatste keer. Ja? Deze telt mee. Dit is 1-1 nu. Dit is de derde keer. Wat doe je? Wat doe je? Don't test me. Ik kon dat wel, hè, dit. Er kwam iets te veel spanning. Niet met de kont kan! Weet je wat jij moet doen? Jij moet even... Even je agressie uitoefenen op die boksbal. Weet je wat jij moet doen? Jij moet even met ons allemaal mee.
naar de trampoline die naast de blokkenbak staat. Dus dan kan je zo hoog springen en zo gek doen als je wil, kom je in de blokkenbak. Let's go. A few moments later. Thijs. Oh, wat? Oh, dit kan die wel. Dit kan die wel, die Thijs. Lekker, man. Check hem even, hoor. Nu wordt het weer raar. Oké, we zijn halverwege. We zijn bijna bij de trampoline. Maar check eerst eventjes wat Myron doet. Dat is ook nog iets voor jou om te leren. Let's go, Myron. Wow! Maar voordat we de auto instapten, toen zei hij, ik kan er ook niks voor. Dat is inderdaad precies wat Myron zei. Die zei van, ja, maar Thijs komt goed, weet je. Ik kan verder ook niet zoveel. En nu doet ze even Arabier backflip. Oh. Hier zijn we dan. Nee, het is deze. Hier zo. En dan in de blokkenbak hier. Even bijkomen. Zal Dante weer eens even iets laten zien wat jij ook sowieso kan? Show me dan. Oké, de favoriete krullenbol gaat naar de trampoline. Hij heeft ook gewoon een shirtje staan met daarop atleet. Ik kan het zeggen, dat is zijn naam. Oké, let op Thijs. Dit kunnen we jou ook in een dag leren. Ik kan niet zo springen. Ja, gaan we ook doen. Let's go Thijs. Doe even, verbaas ons even weer. Want met die stokrennen, dat kan niemand zo hard als jij. Dus verras ons eventjes, ja? Doe even gewoon een gekke trick. Gewoon een lekker sprongetje. Even een lekker sprongetje, inderdaad. Als ik op die mat kom, doet dat pijn. Ja. Als ik op die mat kom, doet dat pijn. Oh. Waar moet ik hier afzetten om daarin te kunnen? Ja, op die rode lijn daar zo. Oh, dat is niet de support die ik nodig heb, zegt hij. Oké. Hey, let's go Thijsu! Let's go Thijsu! Oh, hij deed een backflip, frontflip. Hij deed een frontflip. Wat denk je dat we hiervan kunnen maken? Dit is de basis. Sowieso een mooie frontflip kunnen van maken. Oké, een mooiere frontflip, daar gaan we op oefenen. Ja. Misschien even een half schroef hierbij. Let op, als ik 6 gooi, dan gaat alles lukken. Hij kwam op 1. Hij kwam op 1. Je zweet je ook helemaal kapot. Ja. Daak is dit een zwembad. Jendor die heeft nu een trucje. Die gaat hij laten zien. En dit is sowieso iets wat ook echt geniaal voor Thijs is. Oké, let's go Jendor. Hey. Het is weer een glitch. Ja, ik zal hem even laten zien. Oké, Thijs gaat hem laten zien mensen. Af is even denken. Doe jij zo? Nu blijf je terug. Zit in de lucht. Ook. En Thijs is gone. Oké, dames en heren, Thijs gaat nog even een keer een poging frontflip doen. Lekker man! Ja, je boy maakt vooruitgang. Progressie. Die was beter, hè? Veel beter. Thijs, dit is echt geniaal. Dit is iets waar ik echt jaloers op ben. Want ik kan dit niet, maar Myron kan dit echt supergoed. Let op, hè? Oké, laat het zien. Dit is echt geniaal. Ik moet daar denken aan een gifje die de hele tijd opnieuw afspeelt. De hele tijd moeien. De hele tijd hetzelfde. Ja. Nou, waarom ga ik opstaan? Ik kan het niet. Ik wil hem wel proberen, maar het lukt mij ook niet. Ja, kan je wel. Die kan het je wel leren. Ja. Serieus? Ja. Oké, moet ik het gewoon nu proberen en dan daarna geef je verbeteringen? Ja, ik moet even zien, dan kan ik zeggen wat je keer doet. Ik op een.
moet ik je helpen met wat er moet? Of, Zo, nou, de rug dan en meteen hard afzetten. Oké, kijk. Oké, ja, wat er nu gebeurt is, als jij uit jouw voorwaartshalte komt, dan ligt jouw benen eigenlijk al te ver naar beneden, dan zit je op hier. Ja. Terwijl eigenlijk wil je ze juist omhoog houden. Eigenlijk wil je juist dat ze naar boven blijven wijzen. Dus je gaat hier, ze blijven omhoog. En dan ga je door. Die van hem ziet er nog veel zieker uit dan van mij. Ja, die van jou ziet er heel recht uit met je benen. Oké. Okay. Extra overdreven. Oké, ik ga hem nog een keer proberen. En omhoog. Ja. Oh, voel je dat? Keer, ja. En als je dan dus uittrapt, dat je gaat strekken, dan ga je dus ook nog omhoog. En uittrappen. Even strekken, arm omhoog, arm omhoog. Meteen de trainster, hè? Meteen weer omhoog. Arm omhoog, arm omhoog. Druk uit, druk uit. Maar dat is het. Ik ben bang om zeg maar te kort te draai te maken. Ja, je kan hem ook eerst proberen gewoon met naar achteren springen. Maar weet je wat het is? Ik weet niet waar ik ben. Moet je kijken. Jij weet niet wie ik ben. Jij komt met zit dat je praat en denk maar. Je rug oefenen, dit en dan zo hard afzetten. Dat wilde ik ook zeggen. Je kan hem ook gewoon vanaf daar doen. Ben je nou ook in één keer de trampoline-expert of zo? Nee, helemaal niet. Ja, die zijn goed. Ik zou hem gewoon vanaf daar doen als ik jou was. Die heb je veel makkelijker. En trappen. Ja. En dan doorrollen. Ja, dus dan trap je been naar voren en dan ga je klein maken, net als een salto. En klein maken. Oh, ja, dat is heel eng, maar daar moet je overheen. Kijk mijn teen. Kijk mijn teen. Die zit gewoon door de trampoline heen. Daar moet je ook sokken aan doen. Ja, sokken aan. Ja. Want anders snijdt hij je teen eraf. Echt? Ja, ik maak geen grapje. Ah, ik kan serieus gewoon je teen eraf snijden. Oké. Okay. Ik doe even sokken aan. Een hoop landen. Ja. Bro, dit was voor meer stress dan een survival. Kijk thuis, komt ie! Bang! Nu begint hij niet. Vang je hem? Potje! Wat, de camera? Ja. Dat is goed. 3, 2, hij staat nog aan, hè? Ja? 3, 2, 1. Oh. Ja! Wat was dat voor geluid? Ja! Ja. Oh. Oeh! Schrok je? Ja! Die was sick, hè? Dat was wel sick, hè? Had je niet verwacht? Nee. Ja, ik wilde eerst ook normaal springen, maar toen in één keer dacht ik, doe gewoon een volgende. Zo leek het ook. Je sprong naar voren en toen dacht ik ineens... Zal ik hem nog een keer doen? Ja. Ik kan ook vanaf hier al doen. Ja, doe maar. Kijk maar. Oh, die had ik niet eens gezien. Dat is wel sick, hoor. Oh, doe een vergeldertje, doe een vergeldertje. Even inzoomen. Wat hè? Oh, bijna. Hey, vang hem mee in je mond. Zou ik een normale kooi doen? Nee. Dit is toch niet normaal? Oké, okay, en nu zo laten vallen. Nu je handen loslaten. En duik. Nee. Hoezo net? Doe jij het dan? Weet je hoe erg dat is? Ik zit met mijn helm zo naar beneden. Ik kan niet eens zo op de kop hangen. Thijs gaat even hangen, heb ik het idee. Ik lig hem hier keihard te chillen. Marvin ligt hem ook te chillen. En Thijs die geeft ons een showtje hoor, op de ringen. Van workout! Oh, he's doing great, he's doing great! Wat ben je aan het doen, Thijs? Probeer eens. I'm the king of the jungle! Nou, als, Je hebt de scheet gelaten! Dat was mijn pet. Ja. Nu wij zijn geweest, moet jij ook even, Myron. Daar hangen? Ja. Kom ik daar wel bij? Tuurlijk wel. Oh, echt, het stinkt hier. Ja, het stinkt. Ja, ik vond het spannend, man, voor jou. Voor mij? Was een spanningsgeetje. Ja, ik zeg je eerlijk, hè. Ik vond het ook best wel spannend, maar tijdens Survivor heb ik mijn angst overwonnen, ja. Dan weet je nog even voor bedankt. Ha 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 ha.
Je moet helemaal naar boven klimmen. En dan moet je een salto doen. Ja, doe dat maar. En dan zoek ik wel een nieuwe trainer. Hey, ga je zwaaien? Die plank blijft maar 30 seconden. Oh. Ja, lekker hoor. Nu moet je op de kop hangen. Hé, hey, dat mag niet. Zwaar voor je handen? Qua knijpkracht. Oh mijn god, oh mijn god. Als je loslaat, doe het boven de bakken alsjeblieft. De ballen, de bakken, de blokken bedoel ik. Ladies and gentlemen. The first lady to hang on the kop. Wow. En nu loslaten. Ja, nu armen loslaten. That was fucking amazing. It was wonderful. We give you an 8. We give you an 8. Zal ik nog eens een keer hangen? Zal ik even een sick trucje laten zien? Oké, okay, dames en heren, here we go. Enzo from Essen. He's stepping up to the plate with his big chubby ass. Here we go, ladies and gentlemen. First try, Enzo. Better known as Dutch Slugger. With the big booty, here we go. Oké, okay. Enzo Knol is going for the salto. I think, here we go. Ladies and gentlemen, he's pushing up. He's doing another backflip. Here we go. He's looking like a fish out the water. Bam! Here we go. Oh, no! Dames en heren, we gaan even overschakelen naar het Nederlands commentaar. We zien Enzo Knol op dit moment heel erg struggelen met zijn evenwicht. En hij is aan het denken, wat ga ik doen? Hij heeft natuurlijk al met te beginnen verkeerde sokken aangedaan, die zien er niet uit. Maar hij gaat nu de kind eindelijk baren. Deze noemen ze ook al de baarmoeder truc. Maar hij gaat nu zijn... Oh, gaat hij? Oh, trainer uitgeschakeld. Gaat hij? Oh mijn god, ik verloor mijn grip, ik viel gewoon. Vol op je bovenbeen. Gaat die? Oh nee. Ja, volgens mij gaat het wel, maar oh jezus, het was echt vol op mijn bovenbeen. Oké, en door. Zo, oh, ik dacht ook, wat doet hij ineens? Ineens, wop, zie ik die sokken dichterbij komen. Ik denk, die gaan niet goed. Ja, maar ik verloor mijn grip, joh. Maar het is serieus zwaar, wat jij zei aan je handen. Dus in één keer mijn hand gleed uit. Er was gewoon te veel zweet erop. Dat was ook geen goed idee om rechtonder te liggen. Als nee. Als ik nu mijn been gebroken had, hierdoor. Ja. Maar wie gaat er dan ook onder liggen? Nou, jij wou dat we eronder gingen liggen. Thijs, kom maar onder liggen. Ja, maar wie luistert er dan ook naar mij? Je gooide op de camera en hij kwam weer terug. Oh. Je zag mijn hoofd. Je hoofd ging gewoon naar achter. Oh. Wow. Hey, hoi. Hey, zijn we er? Oké, genoeg. Klaar. Die was sick, ik had hem erop staan. Wat? Kijk Thijs. Mooi jong. Kijk, wat gebeurt hier? Maar die was sick, hè Jendo? Ik probeerde maar wat. Was het de eerste keer? Ja. Oké, nog een keer. Ja, die van net was beter. Ja, die van net was beter. Oh ja, nice. En dan nu perfect, zeg maar. Ja, met twee. Oh. Ja, als je hier zo in ligt in die blokkenbak, krijg je nou ook zin om Minecraft te spelen? Ja. Al die blokken. Zullen we niet gewoon even lekker een hut bouwen? Gaan we gewoon alleen maar in de blokkenbak liggen en alleen maar Minecraft spelen? Ja, dan nemen we de laptop mee en dan gaan we in de blokkenbak. We hebben hier wel eens film gekeken. Echt? Met een beamer of zo? We hebben Minecraft op de computer daar. Een rijdend tv-scherm. Oh, net als vroeger in de klas. Ja, er kwam zo'n rijdende tv. Maar dan een platte. Oh, dat is wel geniaal, ja. Dat is wel lachen. Oké, wat we nu gaan doen is met een hele grote, zachte bal... gaan we een soort volleybal doen. Maar dan zowel met je handen als met je voet als met je hoofd.
En het is 3-2. En ik ben heel erg benieuwd wat er van gaat komen. Let's go. Let's go, Thijs. Die eerste was echt best. De eerste die ik zag van jou was echt sick. Ja, maar hierna de knipper ook allemaal uit. Oké. Ja, beter weer. Ja, maak je me klein. Ja, nu maakt hij je klein. Dat is beter. Sick hoor. Shit. Was niet klein genoeg. Ja, je moet even tot rust komen. Ik had dat ook heel erg op het begin toen ik dit wilde leren. Toen had ik ook heel erg dat ik gewoon wilde gaan. Maar op een gegeven moment moet je gewoon heel veel rust nemen. En als je weer tot rust bent gekomen en je hebt weer energie, dan weer knallen. Oké, Thijs, let's go. Je hebt een slokje water gehad. Nu, dames en heren. En dit is inspiratie weer. Een inspiratiemomentje. Oh, wat gebeurt hier? Dit is een inspiratiemomentje. Thijs die gaat laten zien dat je dus in één dag een backflip kan leren. Oké? Let's go, Thijs. Let's go. Come on! Come on! 2, 1. Ja! Ja! Lekker, man. Klaar. Inpakken. Yes. Omdat jullie je best hebben gedaan vandaag, krijgen jullie allebei een sticker. Wil je de eenhoorn thuis? Ja, maar wil je die op mijn pet plakken? Zeker. Elke keer als je hier komt en je doet een backflip goed. Ik krijg geen extra sticker. Dan gaat het petje goed vol zitten, ben ik al. Jij moet die grote nemen, deze. Ik wil hem op mijn telefoon, dat is wel heel groot. Welke moet ik nemen thuis? Je moet deze zien. Of die, wat is dit? Hier is ook nog. Wow, een eenhoornzeepaard. Ja, hier is ook nog. Een eenhoornzeepaard. Nou, hoe noem je dat? Dit zijn 3D-stickers, deze zijn dikker. Oh, die zijn vetter, ja. Dikker bedoel je, dikker. Maar deze glinsteren niet. Nee, dat is wel zo. Deze of deze? Of die? Die, want die ben jij. Die blonde. Die ben ik. Oké. Okay. Dan mag je er ook nog zo'n mini-smiley bij als je wil. Echt? Pak jij die even dan? Zo, wat niet heb jij een mooie popsocket. Ja, sick, hè? Hoe kom je aan die popsocket? Knolpaal.nl. Ik doe hem zo een beetje schuin. Moet je misschien eentje over de kamer heen? Of? Nee, dat is niet handig. Wat wil je hem hebben? Doe jij maar. Wat is dat voor mini-sticker? Dat weet ik ook misschien niet. Precies hier op de Apple. Wel in het midden, hè, Thijs? Nou. Telt hij? Ik kan hem nog niet omlaag vegen. Nou, super hoor. Toppie. Ik ben erbij mee. Zo, dames en heren. Dit was het voor vandaag. Hopelijk hebben jullie genoten. Ik zou zeggen, vergeet dan niet even een blauw duimpje omhoog te doen. Vergeet niet te abonneren op mijn kanaal hier beneden. Ik check jullie heel graag morgen bij een gloednieuwe vlog om 4 uur. En dan zeg ik, zoals altijd, dikke, vette peace! Knol Power!